Goedemorgen iedereen. Ik dacht, ik ga nog eens een video opnemen. Toen ik vanmorgen wakker werd, was het heel mistig. En ooit vertelde een van mijn coaches dat, die eigenlijk wat meer shaman was, maar die vertelde dat wanneer dat mistig was, dat dat ons eigenlijk helpt om alle prikkels van buitenaf eigenlijk wat te verzachten. En eigenlijk is dat ook hetgeen wat er gebeurt in de natuur. Dus wanneer dat je wanneer dat er een dikke mist is, of gewoon zelfs een laagje mist is, dan ga je merken dat niet alle lijnen of niet alle overhangen of de scheidingen tussen bepaalde dingen, voorwerpen, bomen of wat dan ook, dat dat niet altijd heel duidelijk is. En daarnet was ik mij aan het bedenken dat het eigenlijk ook weer mooi is hoe dat de natuur weer een spiegel vormt voor wat dat er nu allemaal gaande is, zijnde onder invloed van de donkere maan en vissen, een heel waterteken, emotioneel waterteken, lopen de mensen echt op hun tenen. Ik merk het in het verkeer, mensen zijn onverdraagzaam, ze nemen risico's die eigenlijk onverantwoord zijn. En de mist nu helpt eigenlijk om dat eigenlijk allemaal een beetje te verzachten. Omdat net al die innerlijke emoties voor heel veel mensen een beetje te veel is. En dan kunnen ze niet nog een keer die extra druk en die extra prikkels van buitenaf er eigenlijk bij krijgen. Of bij je nemen liever. Dus is het eigenlijk wel mooi om te zien hoe dat de natuur een spiegel vormt voor waar dat we nu doorheen gaan. De mist als een verzachtende pleister op waar dat we eigenlijk allemaal tegenaan mogen kijken. En daarover het hebbende, dan is belangrijk dat je echt die emoties die nu de laatste dagen getriggerd geweest zijn, de stukken, de gedachten die die zware emoties hebben aangewakkerd eigenlijk, om die aan te kijken, om ermee aan de slag te gaan. Want ik heb gemerkt, en je weet, ik ga vaak doorheen zaken, omdat ik het dan ook kan doorgeven en uitleggen en vertellen hoe en wat de betekenis ervan is. Maar dus, wat merkte ik de afgelopen dagen? Dat ik eigenlijk ook soort vast zat in een soort van loop rond een bepaalde emotie. En ik bleef eigenlijk constant tegen hetzelfde aanlopen, tot op het moment dat ik het echt geuit heb. En dan was het eigenlijk, door het feit dat ik het geuit heb, was het eigenlijk onmiddellijk geneutraliseerd. Het was eigenlijk weg, die emotie van verdriet en het constant huilen voor niks, was eigenlijk onmiddellijk weg. En dat maakte dan natuurlijk weer ruimte voor andere zaken die naar boven komen. Je zou kunnen zeggen van ja, wat voor nut heeft het dan om het te zeggen of te delen? Want net omdat je liever en beter tot in die diepere lagen wilt aankomen, want daar zit echt nog hetgeen, de wonde die jou het meeste pijn doet. En dan mag je dat zelfs ook letterlijk nemen. Want ik ben ook naar de osteopaat geweest deze week en ik voelde ook dat eigenlijk de emoties van de laatste week ook helemaal zich vastgezet hadden op mijn schouders en op de bovenkant van mijn lichaam. Dus ook daar is het belangrijk dat je healing ook ziet op al de vlakken. Dus niet alleen energetisch zaken gaan transformeren, maar dat je ook het emotionele, je gedachten, dus mentale en het fysieke erbij neemt. Dus dat je kijkt van, waar voel ik die emoties zijn vastzetten? Want op zich had ik eigenlijk geen stress de laatste weken of maanden. Toch niet in die zin dat ik het echt volledig voelde in mijn lijf. Maar mijn fysieke lichaam toonde wel dat er inderdaad een aantal zaken waren dat ik niet volledig had kunnen loslaten en eigenlijk vasthield in mijn lichaam. En dat vasthouden, dat heeft natuurlijk ook weer te maken met dat controle. Dat heeft te maken met het feit dat je eigenlijk niet goed weet wat dat er zal komen, wat dat de volgende stap zal zijn, hoe dat alles zich zal ontplooien. Of dat alles wel goed zal komen misschien. Of zelfs gewoon het stuk van, oké, ik sta nu op dit kruispunt, maar van hier naar waar moet ik nu verder heen gaan? En dat zijn allemaal zaken dat wanneer dat eigenlijk de buitenwereld te veel wordt, vaak doordat die te veel zaken en schaduwen en pijnen in onszelf triggeren, dat belangrijk is om naar binnen te gaan.
En dat is hetgeen dat de natuur ook weer nu toont. Het wordt kouder, we gaan sowieso naar binnen. Je ziet, ik heb ook een andere trui, waardoor ik me af en toe kan verstoppen, als het ware. Maar op dit moment is dat hetgeen wat ik ook voel dat ik nu nodig heb. Om die warmte te voelen, om mij geborgen te voelen. En de mist helpt als eigenlijk een spiegel om de prikkels dat we krijgen vanuit de natuur, van andere mensen, om die ook wat te neutraliseren. Een tweede stukje waar ik ook toe wil over hebben, is eigenlijk het feit dat... Ik zag net een haas, een wild konijn over het erf passeren. Dus ik was even afgeleid. Maar ja, ook dat is weer een boodschap. Dus zoek maar gerust op dat spirituele betekenis van een konijn. Het was een konijn, geen haas, een konijn. En twee eksters. Zoek maar op. Wat ik wil zeggen, dat is belangrijk dat je eens voor jezelf gaat gaan voelen op welke manier je omgaat met discussies, met ruzie, met ongenoegen. Want vaak is het zo, en ik heb dat eigenlijk ook al een hele tijd gehad, maar door het feit dat ik natuurlijk samen ben met mijn tweelingvlam en dat wij met 6 uur tijdsverschil zitten, dan hebben wij de extra moeilijkheid, als het ware, dat communicatie niet altijd evident is. Want wanneer dat de ene opstaat, gaat de andere gaan slapen, bijvoorbeeld. Dus het idee wat ik vroeger had, en dat eigenlijk ook meegekregen van thuis uit, en dat is geen slecht idee, want het is goed dat je er voor jezelf over nadenkt, hoe dat je er zelf in staat, is van, ga niet gaan slapen vooraleer dat een discussie, of een ruzie, of een oneenigheid... uitgesproken is, uitgewerkt is. Nu, wat ik ook geleerd heb de afgelopen maanden, is dat het soms nodig is om wat tijd over iets te laten heen gaan. Want als je melk zaken uitspreekt, en dat is een patroon dat ik bijvoorbeeld had, en dat is eigenlijk verbonden met de vervormde vrouwelijke energie, dan wanneer je voelt dat er discussie is, of wanneer je eigenlijk door het feit dat je bijvoorbeeld een grens gesteld hebt, of door het feit dat je opgekomen bent voor jezelf, dat je hiermee ook de ander kwetst, of gekwetst heeft, dan had ik vroeger ook altijd de neiging om daar ook weer vanuit mijn vrouwelijke, maar vanuit mijn gekwetste vrouwelijke energie, om daar met de mantel der liefde dat gaan toe te dekken. In die zin, om die afstand die er was, door... een of andere oneenigheid of misverstand of wat dat dan ook maar is, dan had ik eigenlijk de neiging om mezelf weer aan de kant te zetten en voor de anderen te gaan zorgen, omdat ik wou dat de ander gelukkig was, want dat ging mij dan weer verder helpen. Maar het probleem daarmee is dat je eigenlijk op dat moment weer net teniet doet of eigenlijk jouw eigen behoeften... neutraliseert is niet het woord, maar eigenlijk niet erkent. Waardoor dat het natuurlijk nog in je systeem blijft zitten, nog in je lichaam blijft zitten. En bij een volgende gelegenheid gaat weer naar boven komen. Dus het is belangrijk om dat patroon dat je misschien hebt rond ruzies, rond discussies, rond oneenigheid, rond die disbalans in relaties en connecties, dat je dat nu ook heel hard gaat gaan aankijken. En gaan zien van op welke manier reageer ik. Hoe denk ik daarover? Van waar is dat ooit ontstaan? Heb ik dat zelf ontwikkeld? Heb ik dat overgenomen van iemand anders? Doe ik dat omdat ik denk dat dat zo moet zijn? Want relaties worden nu eenmaal in deze tijd op een andere manier vormgegeven. En dan heb ik het zelfs niet alleen over romantische relaties, maar over elke soort relatie. En hoe meer dat jij je authentieke zelf kan en mag zijn in elke relatie... hoe meer je gaat merken dat één, het veel leuker en veel meer in balans is, ook veel meer vanuit liefde en eenheid en harmonie telkens gebeurt, dan waar je anders constant moet je woorden wikken en wegen, moet op de toppen van je tenen lopen als het ware. En dat is niet gezond, dat blijf je niet volhouden. Dus ook daar, en dat zijn ook dingen dat eigenlijk ook mij en mijn tweelingvlam hebben geholpen door het feit dat wij zo ver uit elkaar zijn. Dus, hij woont in New York en ik woon hier in België. Door het feit dat wij zo ver van elkaar wonen, wij moeten open en eerlijk communiceren. En de ene keer gaat dat iets vlotter dan de andere keer, want dat was ook natuurlijk een leerproces. Dat je leert hoe dat de andere communiceert. Dat je leert wat dat er nodig is, zodat de andere jou begrijpt. Maar ook aan beide kanten, dat werkt aan beide kanten.
Dus dat zijn allemaal dingen dat wanneer je de laatste dagen moeilijkheden hebt ervaren in relaties, dat je voor jezelf eens mag gaan bij stilstaan van wat heb ik nodig, op welke manier functioneer ik, hoe en in welke situatie ben ik eigenlijk gewoon mijn meest authentieke zelf en waar zet ik mezelf nog te veel aan de kant, gewoon het mum van liever liefde dan discussies. Want ook één ding daarvan is van, oké, als jullie gaan slapen en het is nog niet helemaal uitgesproken of nog niet helemaal uitgewerkt, dan ga je merken dat je ook de dag nadien met een heel andere kijk weer wakker wordt. En dat kan je ook heel bewust gaan doen. Dan kan je bewust gaan slapen en vragen aan jouw team en je gidsen om de inzichten te geven die nodig zijn. Zodat je begrijpt waar dat jouw stuk ligt en waar dat stuk ligt van de ander. Want jij kan enkel maar alleen de dingen doen die voor jou belangrijk zijn. In die zin, die jouw verantwoordelijkheid zijn. Die te maken hebben met jouw schaduw, met jouw pijnen. En de andere moet dat doen voor zijn stukken natuurlijk, of haar stukken. Zo, mocht je dat willen, dan kun je eventueel nog meedoen met het groepstraject, waarin dat ik jou meer leer hoe dat je ook die universele vlammen kan gebruiken om beter je waarheid te gaan spreken, om beter te gaan aanvoelen wat dat net is wat je nodig bent, om eigenlijk te gaan ontdekken wie dat je bent, zodanig dat je meer en meer vrijheid en balans in je leven kan gaan creëren. Volgende week dinsdag, 12 oktober, dacht ik ja, is de eerste live sessie van de groep. Dus als je nu nog zou starten, dan zou ik de informatie iets sneller beschikbaar stellen voor jou. Zodanig dat je zeker alle informatie hebt dat je dan het meeste ook kan halen uit de live sessie dinsdag. Is het groepstraject niet zoiets meer voor jou? Weet dan ook dat je de traject ook gewoon kan volgen zonder dat je deelneemt effectief live aan de groepsessies. Dat is geen verplichting. Dat is er als meerwaarde, omdat ik zelf dan ook live ben. Maar dat betekent niet dat je vragen dan niet kan stellen. Er zijn genoeg manieren via de Facebookgroep, via de contactpagina op de leeromgeving, via mail, waar dat je dan de vragen die naar boven komen. Of rond je eigen stukken kan stellen en waarop ik dan een antwoord kan geven. Wil je echt of voel je echt in nood hebt aan één op één met mij samen te werken, dat kan natuurlijk ook. Maar dan vraag ik jou om me eerst te contacteren, omdat ik dan eerst een afstemsessie met jou wil reserveren. Omdat voor mij belangrijk is, en voor jou ook, sorry, ik had hier een reminder. Dat voor mij en jou belangrijk is dat wij echt resoneren met elkaar, dat we elkaar begrijpen. En dat is ook weer die communicatie. En die communicatie is zo belangrijk, want als jij over appelen spreekt en ik heb het over peren, dan gaan we elkaar nooit begrijpen. Dus dat is belangrijk en dat is de reden waarom ik ook een aantal zaken heb veranderd in de manier van werken, zodat dat voor mij en voor jou beter werkt. Zo, dat was het voor vandaag. Ik wens je een hele fantastische dag. Geniet van het weekend. En misschien zie ik je wel nog in het weekend. Dag!